In het Jacana Amazon Wellness Resort is op vrijdag 14 februari de Multiple Indicator Cluster Survey 2018 Snapshots of Survey Findings gelanceerd. Het doel is om belangrijke onderzoeksresultaten van de Suriname Mix 2018 te presenteren. De Mix is een huishoudonderzoek dat door de UNICEF ontwikkeld is en als doel heeft landen te helpen met het genereren van de ontbrekende data over menselijke ontwikkeling. Een snapshot wil zeggen in één oogopslag zien wat de resultaten van een bepaald onderzoek zijn. Zoals eerder werd aangegeven, hebben we op 22 juli eigenlijk een mixrapport gelauncht. En dat is een pil van bijna 700 pagina's. En zoveel statistieken en zoveel geschreven. Over het algemeen weten we dat we een druk leven hebben. Andere mensen zijn niet, hebben de handvaten eigenlijk niet om hoe je moet omgaan met zulke resultaten. Dus voor gemakshalve hebben we ervoor gekozen om zo duidelijk mogelijk in één oogopslag zijnde informatie te verschaffen aan iedereen. Dus iemand vanaf de lagere school, MULO school, kan al ernaar kijken en aan informatie komen. Wat is het thema? Het thema is al het onderzoek dat is gedaan over de situatie van mannen, vrouwen en kinderen in Suriname zijn dan per blok van onderzoek dan daarin verwerkt. Wie staan allemaal hierachter? Oké, het is Sociale Zaken en Volkshuisvesting is eigenlijk de trekker van dit project. In samenwerking natuurlijk met de UNICEF en anderen die sowieso een wezenlijke bijdrage hebben geleverd tot de totstandkoming van het mixonderzoek, welke heel erg bijzonder is. Dit keer omdat we een nulmeting hebben gedaan, een nulmeting ten aanzien van de Sustainable Development Goals. Daarnaast wat nog nieuw is, is dat de situatie van mannen ook bekeken is geworden. Al de vorige drie onderzoeken was het alleen maar van vrouwen en kinderen. Maar we weten, in een gezonde samenleving, een gezond huishouden, is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe onze mannen het doen en maken en onze jongens. Dus dat is ook wel meegenomen. En natuurlijk hebben we te danken aan natuurlijke hulpbronnen voor dat gedeelte van wateronderzoek, volksgezondheid, alle gezondheidsaspecten. We hebben natuurlijk ook de andere NGO's die hun bijdrage hebben geleverd. Al met al hebben ook mensen daarbuiten hun bijdrage geleverd over een kijk op data. Dan denk ik aan IGSR, ADEC. Dat we eigenlijk alles dat daarvoor is plaatsgevonden op een hoop zijn gaan zetten. Om van hieruit daadwerkelijk die data dat we nodig hebben om beleid te maken, programma's te maken, projecten uit te schrijven. Dat we dat hebben. Omdat we niet meer iets willen gaan doen zonder data erbij te hebben. Nu willen we het toegankelijk hebben voor iedereen, zodat ze met z'n allen gelijk begrijpen wat er eigenlijk daar de situatie is en waaraan gewerkt kan worden. Mix, dat is gewoon een bevolkingsonderzoek dat om de zoveel jaren herhaald wordt. En we kijken naar verschillende aspecten die het welzijn, onderwijsniveau, welvaart, gezondheid van kinderen en volwassenen kijken. En het is een heel belangrijk onderzoek, zoals ik al heb aangegeven. Niet alleen omdat die gegevens zelf erg belangrijk zijn voor iedereen, maar omdat het zoveel, om de zoveel jaren herhaald wordt. En dan kan je eigenlijk de ontwikkeling zien of dingen goed gaan of juist niet zo goed gaan. Een bijzonderheid van dit rapport is de wijze waarop het is gepresenteerd. Ik roep alle Surinamers op, scholen ook, vooral met de iets oudere jongeren, de MULO en de middelbare school, om te kijken naar het rapport. Het is heel makkelijk te lezen. Het heeft veel plaatjes, veel grafieken. Dus met één oogopslag, 2 minuten lezen, kan je bijvoorbeeld al zien dat weinig vaders in Suriname met hun kinderen lezen of iets doen. Dat betekent dat we daaraan moeten werken. Je kan met één oogopslag zien hoeveel kinderen niet wonen met hun eigen ouders enzovoorts. Het is een heel, heel mooi gepresenteerde studie en het is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft echt geen universitaire opleiding te hebben om te verstaan wat erin staat. En dat vind ik bijzonder eraan. Ik feliciteer de mensen daarmee.